Vandaag bij mij in de vleugel het jonge muzikale talent Tristan Diederen. Verder te gast multi-instrumentalist Nart Reinders en mijn speciale artiest. Het is een fenomeen, een theatrale alleskunner, Elle ten Damme. Ik ben trots dat ze hier is. Welkom bij LEF. Dankjewel, Suzanne. Yeah, Elle, fijn dat je er bent. Ik zei het zojuist al, een theatrale alleskunner. Is dat ook niet wel een beetje een heel gevaarlijk ding? Want mensen denken ja, Elle kan alles. Maar volgens mij kun je daar ook wel eens last van hebben. Nou, tot nu toe heb ik er geen last van. Nee, ik weet niet wat. Ik denk dat ze het ermee bedoelen. Ja, en het maken van keuzes lijkt me dat ook. Voor mij is er maar één ding. Ik treed gewoon heel veel op. En dat kan je natuurlijk in je eentje doen. Maar ook met een orkest of met een pianist of met de band. En dat ik dan daar ook bij op mijn handen kan lopen. Ik denk dat dat daardoor lijkt van alsof je alles kan. Of in een spagaat kan vallen. En ik speel een beetje viool, een beetje piano, een beetje gitaar. En dat gebruik ik ook allemaal. Maar in feite ben ik zangeres. En ja, ik kan op heel veel manieren zingen. En dat is het eigenlijk. Ja, mooi. Ja, wat je al zei, je bent zangeres. Suzanne is pianist en zij iedere keer maakt zij een keuze. Een bewuste keuze aan het begin van het programma. En dat heb je deze keer denk ik ook weer gedaan. Wat heb je voor ons uitgekozen? Vandaag de minutenwals van Chopin. Nou. Waarom dit stuk? Het is de minutenwals en ik heb maar 1 minuutje de tijd. Ik weet niet waarom het zo heet. Ik denk dat veel mensen proberen het zo snel mogelijk te spelen. Het is heel moeilijk, maar er zit toch opeens een verrassend middendeel in. Ja. En ik vond het gewoon grappig om te laten horen. Ja. Elle, jij zei het zelf al, je speelt zelf ook piano. Wat vind niet je zo hoor, niet zo goed. Nee, ik ben dat zelf gaan spelen. Ik heb 1 keer een les gehad, dat was het. Het was een stukje Bach meteen, Interventionen, Inventionen, wow. nummer 1. En toen dacht ik van mijn ambitie is niet om klassiek pianist te worden, maar om mijzelf te kunnen begeleiden. Als je 1 instrument kent, nou ja, dat zou je ook wel weten of jij, dan heb je eerder door hoe een ander instrument ook werkt. Ja. Dus dan kan je zelf al wel aan de slag gaan. Maar echt een mooie techniek, klassiek, heb ik helemaal niet. Dan ontbreekt ook de tijd. Je kan niet overal in uitblinken. Dus als je zegt van ja, een alleskunner. Ja. Ik ben in verreweg geen concertpianist of zo. Maar ik vind het wel leuk om live ook af en toe zelf iets te spelen. Wanneer ben je voor het eerst wat je kunt herinneren als kind gegrepen door muziek? Dat je daarvan, echt je eerste bewuste moment, oh, muziek grijpt mij. Ik ben eigenlijk als kind opgevoed met klassieke muziek. Maar dat begint dan echt met Peter en de Wolf. Ja. Dat ken je wel. Dat verhaal. En Saint-Saëns. En ik ben gewoon de beroemde dingen. Of Peer Gynt-suite. Ja.
Maar had je er ook direct zelf iets mee? Van ja, dat vond ik heel erg mooi. Maar al snel vond ik dat niet stoer of zo. Ik wou blijkbaar graag stoer zijn. Of daarna vond ik popmuziek interessanter. Ja. En nu een fase verder merk je dan dat dat toch weer meer bij je terugkomt. Hè? Ja. Dat je natuurlijk meer innerlijke rust krijgt, denk ik, in het leven. Ja, want vroeger weet ik ook heel goed dat mijn opa zei, kijk eens hoe mooi, of wat zingt die mevrouw geweldig. Was een opera op televisie of zo. Ja. Dat vond ik verschrikkelijk als kind. Kon ik dat echt niet. Ik vond het een heel raar geluid eigenlijk. Ja. En nu vind ik dat wel heel mooi. En ja, ook als zangoefening is dat heel leuk om te doen. Ja. Sommige dingen leer je toch als je ouder wordt pas beter waarderen of zo. Nou, wie het in ieder geval als klein manneke al leert waarderen, dat is Tristan Diedere, pas 12 jaar. En hij speelt bij Fanfare Sint Cecilia in Schinnen. En hij gaat voor ons spelen Mars Polka Petit van Edwin Franco Goldman, begeleid door Susanne Hardik aan de vleugel en Nart Reinders in een speciale bewerking van Bas Klappers. Ja, Tristan, fantastisch gespeeld, pas 12 jaar.
je speelt bij de fanfare. Wat is er nou zo leuk om bij de fanfare te spelen? Ik vind het heel erg leuk om samen met mijn vrienden muziek te maken. En ook dat je heel veel kan leren bij de fanfare. Dus ja, dat vind ik al heel erg leuk. Ja. En verder in het gezin, heb je nog broers, zussen? Ik heb één broer, ja. En die speelt ook bugel. Speelt ook bugel? Ja. En pap en mam dan? Mijn moeder heeft bij de drumband gezeten en mijn vader speelde ook eerst bugel bij de fanfare. Maar was het dan ook niet zo dat mijn pap zei van, Tristan, je moet bij de fanfare gaan spelen? Of nee, wilde dat je dat niet zelf? Ja, ik speelde eerst, wilde ik beginnen. En toen werd ik al een heel klein beetje beter en steeds beter. En toen ging ik op HVA-examen en toen kon ik bij de fanfare. Goh. Ja. Ellen, hoe oud was jij toen je even de eerste keer instrument ging spelen? 8, denk ik. 8 jaar, of 7. Of nee, 6. Met de blokfluit. Ik heb 3 jaar blokfluitles gehad. En toen viool. Ja. Vind je dat ook goed dat die kinderen allemaal in die orkesten spelen en muziek maken? Ja, dat is hartstikke leuk om met een grote groep te spelen. Ja. Ik zat ook altijd in een soort jeugdorkest. Dat is... Ja, dat is heel leerzaam, want dan leer je over andere instrumenten en samenspelen. Ja. Ja. Suzanne, was dat bij jou ook? Was jij ook als kindje al dat je graag met anderen wilde musiceren en met orkesten wilde werken? Ja, inderdaad. Met piano kon je helaas vaak niet meespelen. Tuurlijk. In een orkest. Maar gelukkig heb ik 3 broertjes en zusjes die ook allemaal een instrument speelden. Dus ik speelde eigenlijk van begin af aan al samen met andere instrumenten. En ook met ballet en met toneel en musicals. Dus. Ja, dus dat het was hartstikke leuk. Het begint allemaal heel vroeg. Hey, Tristan, ik zag op jouw Facebookpagina dat jij was wel heel trots dat jij samen met Ellen ten Damme in deze uitzending zou zitten. Hè? Ja, is dat zo? Yeah? Ja. Ja. Wat vind je dan? Nu zit ze hier. Wat vind je dan van Ellen? Ah, ze is best wel knap. Ja. Zeg, hoe oud ben jij ook alweer? Ik vind jou ook heel knap, hoor. Ja, ja, wat een lieve. Wat zou je iets aan Ellen willen vragen dan? Maar niet alleen over het knappen, over de muziek. Nee. Heb je ook al meer instrumenten gespeeld? Ik ben begonnen met de blokfluit, toen viool. Want dat was eigenlijk omdat ik heel klein was. Ik weet ook niet waarom. Ik wou eigenlijk piano, maar dan zei ze, ik kan misschien beter met viool beginnen, want dan kan je met zo'n kwart viooltje beginnen. Zo'n heel kleintje, heb een ik ook kwartje, gehad. Ja. Een halve, 3/4 en uiteindelijk een hele. Daarna heb ik een beetje piano geleerd en gitaar nog. Maar mijn hele familie, ten Damme, speelde trompet. Alle mannen, ik weet ook niet waarom, opa en al zijn broers, hij had er 8... Ze zaten allemaal in de fanfare van Winterswijk. Ja. Dus, en ik weet nog wel dat mijn opa had een zilveren trompet. Dat vond ik heel bijzonder. Ik weet helemaal niet, dat is natuurlijk gewoon verzilverd of zo. Ja. Maar dat vond ik vroeger heel interessant. Dat maakte veel indruk. Ja. 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 Dus de hele familie zit bij de harmonie. Ja. Ja. Wat ook ongetwijfeld heel veel indruk gaat maken, dat is de solo die er nu aan gaat komen. En dat is die man waar jij... Je gemusiceerd hebt, Nart Reinders. Hij gaat samen met Suzanne Hardik spelen. Dus ik ga nu heel even naar hem toe. Ja. Nart, je hebt voor ons weer een mooi stuk uitgekozen, als ik het goed heb. Wat ga je van spelen? Oblivion van Piazzolla. Waarom deze keuze? Nou, ik ben wel een ontzettende fan van Piazzolla. En ik denk voor dit programma, wat natuurlijk toch een beetje balanceert tussen het lichtere en het klassieke, bijvoorbeeld Chopin. Ja. En ik vind dat dit er wel mooi in past tussen wat we strakjes gaan horen van Ellen. En ja, ik bedoel, Piazzolla is gewoon heerlijk. Wat raakt jou zo met Piazzolla? De passie. En soms de ingehouden, de ingehouden passie. Maar ook soms, laten we zeggen, we kennen eigenlijk de tango heel uitbundig. Ja. Maar dit vind ik bij uitstek een stuk waar het onder de oppervlakte zit en waar heel veel... Ja, heel veel melancholie zit en heel veel romantiek. En ja, goed, waar eigenlijk wij muzikanten van leven. Ja, daar gaat het over. Ja, zeker. We gaan genieten. Nart Reinders en Suzanne Hardik en de Vleugel.
Suzanne, ik zie je dan altijd zelf helemaal genieten. Hoe fijn is het om met Nacht Reinders te musiceren? Met Nacht kun je alle kanten uit. En ja, het lijkt wel alsof Nacht 10 gevoelens tegelijkertijd kan uiten. En alles wat hij zegt hij zo precies dat je dat gelijk kunt voelen. En dat is ja, gelijk een heel mooi gevoel. Ja. Ik weet niet waar het heen gaat, het kan elk moment veranderen, maar ja heel diep. Ja, Tristan, wat vind jij van Nacht als je hem zo wilt spelen? Dat is een goede muzikant ook wel. Ja? En hij kan ook overal eigenlijk wel in meespelen. Ja, dat te gek, hè? Ja, ja. Vond je het leuk om ook met hem samen te spelen? Ja, heel erg leuk. Ja, mooi. Ja, Elle, als ik terugkom bij jou, ja, hier ligt hij dan. Elle ten Damme Berlin, jouw nieuwe cd. Ja. Waarom wilde jij nu per se Duitse liedjes opnemen? Nou, ik wil maar niet per se Duitse liedjes opnemen. Nou, maar je hebt het toch heel gekozen? Ja, want nou, ik heb al heel veel opgetreden in Duitsland en er was een periode dat ik dat heel erg mooi vond, maar ik heb eigenlijk nog nooit een cd gemaakt daarvan. En nou, nu dan eindelijk, omdat ik van de zomer een tournee heb gedaan, ook in Berlijn. Ja. En toen dacht ik, ik moet een cd hebben met Duitse nummers. En toen heb ik dat opgenomen in het Concertgebouw in mei. En waarom wilde je een orkest? Daar omdat ik wou een soort klassieke, gewoon een mooie cd maken, een kwaliteits-cd op een ouderwetse manier. En dan wel in de zin van de jaren 20 hadden ze orkestjes, die waren niet heel groot. Die bestonden meestal uit een stuk of 10 blazers en een stuk of 10-12 strijkers en een combo-achtig iets. Ik dacht, ik wil op die manier opnemen, zoals Kurt Weill Brecht nummers vroeger werden gedaan. Gewoon ouderwets. Ik wou eigenlijk helemaal niks hips, maar juist heel ouderwets. En ik dacht, waar kan dat beter dan in het Concertgebouw? Dat heb ik gedaan. En ik ben er zelf heel blij mee met de sfeer. De mooie, ja, het heeft een hele mooie sfeer. Ik ben er blij mee. Ellen zegt nu van, ik wilde eigenlijk niks hips. Vind jij dat nu als klassiek pianiste bijzonder, dat iemand heden ten dagen met zo'n carrière besluit zo'n cd te maken? Ja, nou ja, het is natuurlijk toch wel hip, want het is helemaal retro. En die jaren 2030, die komen helemaal terug op muzikaal gebied. Veel vriendinnen op de musicalwereld willen ook opeens allemaal weer jaren 30 muziek. Dus je bent weer als eerste erbij, hoor. Dus, toch tijdgeest, ja, dat ding. Ja. Je hebt natuurlijk ook veel in Duitsland gewerkt, Ellen. Wat is nou het verschil tussen cultureel gezien het hele gevoel, de hele beleving, als je dan in Duitsland musiceert of je musiceert in Nederland? Nou, in het algemeen is Duitsland een beetje, ja, er is een enorme cultuurachtergrond. Ik bedoel, ze hebben heel veel historie wat dat betreft. Veel componisten, veel schrijvers gehad die wereldberoemd zijn. Ik heb het gevoel dat ook de scholen daar iets meer aan doen. Ik heb het gevoel dat mensen daar meer onderlegd zijn, wellicht. En meer respect hebben ervoor. Het zijn maar kleine nuances. Je kan zeggen van, nou, in Drenthe reageren mensen misschien iets bedeester dan in Den Haag of Amsterdam. Maar zelfs dat zijn kleine verschillen. En zo is dat ook met landen. Ik heb daar nooit zo heel veel verschil gemerkt eigenlijk. Nee, dus jij bent echt een wereldburger, zullen we maar zeggen. Nou, dat valt ook wel weer mee. Ja. Duitsland is naast de deur. ja, nee, dat sowieso. Je hebt in ieder geval van je C. Berlin een lied uitgekozen, wat je vandaag gaat uitvoeren voor ons. Wat heb je uitgekozen? Ik heb uitgekozen Lili Marleen. Dat is een heel beroemd lied. Geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog. En is opgepakt weer tijdens de Tweede Oorlog. Zowel door geallieerden als Duitsers. Het is eigenlijk een soort vredeslied geworden. Ja. En wat ik ga doen is een bewerking met nog een nieuwe tekst aan het eind van het nummer. Ik vind het echt, het hoort een beetje bij die cultuur. En voor Nederlands is het ook leuk, omdat het ook een beetje een bekend nummer is. Absoluut. Ik zou zeggen, maak jullie alvast klaar, want voor jou brengt ook het spannende moment aan. Hij gaat meedoen. Ja, hij gaat meedoen, zeker weten. Zeker weten. Hartstikke leuk. We gaan genieten van een uitvoering van Lili Marleen door Elle ten Damme. Ze wordt begeleid door Suzanne Hardik aan de Vleugel, Nacht Reinders en Tristan Diederen, het jonge muzikale talent. Dit was Lef voor deze week. Heel graag tot de volgende keer. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor,
stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie eine aus, dass wir uns so lieb hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Zu den Fronten ruft das Militär, doch dieses Mal, da geb ich meinen Mann nicht her. Ich will nicht im Laternenschein da ewig stehen und traurig sein und warten, bis sie kommen. Er starb den Heldentod. La da 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 la da 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 da. Ich will nicht an der Laterne stehen, ich will den Krieg nicht zusehen und warten, bis sie kommen. Ohne mich, Lili Marlene.